Oké, ik ga een bakje koffie maken. Wil jij thee? Ja. Ja, die wil thee, dus dat komt ook lekker. Lekker. Ik heb niet kunnen vloggen vanmiddag met dat Ruud met Bibi hier waren. Maar ik heb wel met mijn andere mobiel even wat foto's geschoten. Ja, een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer een maandag en het is 9 maart en we leven om 13:20. Rebecca is beter, die komt straks. Ik ga zo meteen eerst even met Rijka lopen. Ik ben er al enige tijd eruit. Ruud was er weer even, terwijl die vanmiddag ook komt. Maar ja, hij was met Bibi naar de dijk geweest. Ja, dus komt hij hier eigenlijk langs. Nou, had zin in een bakje thee. En die belde me uit bed, dus ik zag er vanochtend eerst eigenlijk niet uit. Maar we hebben wel even goed gelachen. Ik heb ook aan het werk geweest. Want de dieren hebben al eten gehad, ik heb al koffie gehad. De vaatwas die draait al, dus ja, dat heb ik allemaal al gedaan. Dus ja, ik ben druk bezig geweest in mijn pyjama en met visite. Maar we hebben ook gelachen met Rijka en Bibi, want hij ging weer weg. Dus hij had Bibi aangelijnd. En Rijka pakt haar ook bij die touw, die, ja, het is in mijn ogen van touw, het is al mooi afgewerkt. Maar de riem, ze heeft een halfband om. En dan schakelt hij aan dat touw. En ik zit vast zo. Dat Rijka die pakt dus een end van die touw in haar bekkie. Maar ze trekt zo Bibi mee. Dus ja, Rijka laat Bibi uit. Dus ik hoop dat dat vanmiddag weer even gebeurt. En dan zal ik dat uiteraard even vloggen. Ja, dat is hartstikke leuk om te zien. Niet nou hier al, wat grappig. Maar oké, ik ga nou dus Rijka uitlaten. Ewen die loopt hier te zeuren. Dus ja, die wil ook weer er eten, want die eet in etappes. Ook Kandalf dit keer, die heeft ook nog staan. Dus ja, dat gaan we ook even pakken. Kandalf is boven. Zo, nou. Waar ben je dan? Ewen. Wat ben ik er kwijt? Oh, daar. Kijk eens aan. Zo. Nou, Rijka die staat daar natuurlijk. Zoals gewoonlijk. En Ewen die gaat lekker happen. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, ik ga me klaarmaken. En we spreken elkaar straks alweer. Doei!
lieve vrienden, daar zijn we weer eventjes. Ja, ik denk ik pak hem er maar weer even bij, eventjes weer een babbeltje maken met elkaar. En ja hoor, ik ben weer helemaal blij en happy, want Rebecca is er weer. Ze is boven bezig. Ik kom net ook van bovenaf, want ik heb ook even het een en het ander gedaan. Rijka was er ook bij, want ja, waar ik ben, daar gaat zij ook. Daar kun je nou helemaal niks aan doen. Ze zit nou weer, althans ze staat nou weer in de vensterbank. Malle meid. Oh, en ik hoor Rebecca alweer naar beneden komen. Dus ja, helemaal toppie, geweldig en klaar hoor. Ja. Hé Rebecca? Ja hoor. Hier dacht ik ook. Oh, mijn rug, jeetje. Maar oké. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Ik weet niet hoe het weer er bij jullie is, maar het is hier heel raar vreemd weer. Vind ik tenminste, maar wie ben ik? Ja toch? Het is niet koud. Ja, wel voor mijn handen nog steeds. Ik draag nog wel steeds handschoenen. Maar het is gewoon heel vreemd weer. Dan is het weer prachtig mooi weer, dan schijnt de zon en dan trekt alles weer dicht. Heel gek. Want het scheen eerst de zon. En nu is het weg. Dan heb je weer bewolking. Straks heb je weer de zon. Heel raar allemaal. Nou ja, kunnen wij niks aan doen. Wij zijn geen weergoden. Nee. Als dat zo zou zijn, dan had ik wel de zon hier gehad. Ja. Maar oké, ik ga een bakje koffie maken. Wil jij thee? Ja. Ja, die wil thee. Dus dat komt ook lekker. Lekker, lekker. Lekker, lekker. Dus ja, nou ik zou zeggen lieve vrienden, geniet ze en tot later. Doei doei! Ja lieve vrienden, Rebecca die is net weer naar huis toe. En tenminste ze loopt met de deur uit, ja ze moet nog boodschappen doen. En daarna gaat ze naar huis. Nou helemaal goed, daar gaat de klok, die slaat 3:30. Nou ja, het is bijna 3:30, 15:29 staat op de pc. 4:00 komt Ruud weer met Bibi, dus ja, weer een drukke dag zal het worden, maar dat maakt niet uit. En ik moet nog even filmpjes van deze camera afhalen en op mijn computer zetten. Dat gaan we zo meteen eerst doen, op, van vandaag na, dat gebeurt nog niet, nee, want we zijn vandaag nog niet klaar, nee. Maar oké, doet er niet toe. Ik moet eigenlijk ook nog boodschappen doen vandaag. Ja, dus hoe en wat? Ik weet het niet. Nee. Ik kan dat nou niet doen, want daar is te kort de tijd voor. Want daar heb ik nog niet eens 1:30 uur. Nou, in 1:30 uur, dat red ik niet op. Nee. Dat moet wel even een uurtje, denk ik. Ja, de ene keer kan ik het wel doen, de andere keer kan ik het niet doen. Het legt er helemaal aan wat ik nodig heb. Nou ja, ik moet dan toch met mijn booster naar de DK. En dat red ik dus niet in een 1:30 uurtje. Want ik moet dan mijn jas nog aan en dan moet je de booster nog pakken en dan moet ik nog wegrijden. Nou ja, eer dat ik mijn jas aan heb en de booster heb gepakt en de boel op slot heb gedaan, ben je sowieso alweer een kwartier verder. Dus ja, dat gaat het er niet worden. Nee. Maar dat komt straks wel hoor. Komt wel goed. Het is nog geen sluitingstijd. Nee toch? Nee. Maar oké, lieve vrienden, geniet ervan. En ik zou zeggen, tot strakjes. Ja, lieve vrienden, een hele goede avond allemaal. Ja. Ik heb het heel erg druk gehad. Ik heb niet kunnen vloggen vanmiddag met dat Ruud met Bibi hier waren, maar ik heb wel met mijn andere mobiel even wat foto's geschoten en die foto's verwerk ik mooi in deze vlog. Ja, dat doen we. Ik heb ook boodschappen gedaan, een tas vol. Ik ben al met Rijka weg geweest, dan ben ik net weer van binnen. En het is nou al met al 7:12 en nog steeds op 9 maart. Ja, maart roet zijn staart. Ja, en apriletjes roet geen ook nog een witte hoed. Ook dat nog. Nou ja, zover zijn we nog niet. Mijn serie is al bezig met ziekenhuisgedoe gebeuren. En ja, ik moet de dieren nog even eten geven. Ik moet zelf nog eten. Ik ben back-up, moet boodschappen nog opruimen en boeh!
dit hebben we dat. Ja, dus ik zeg lieve vrienden, geniet vanavond. Wees lief voor elkaar. Verlaat op de avond welterusten met mooie dromen. En gezond weer uit je bed komen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Doei!